De eerste clan games ooit van Clash of Clans zijn voorbij. En wij gaan natuurlijk even onze beloningen gaan ophalen. Dus hopelijk hebben jullie er zin in. Ik heb vanaf vandaag eindelijk vakantie en daar ben ik super blij mee. Dus ik ga hopelijk zoveel mogelijk video's voor jullie kunnen knallen. Dus hoe meer likes op deze video, hoe meer video's te komen. Want dan ben ik namelijk ultra gemotiveerd, dus doe dat zeker even. Laat mij straks ook zeker in de comments weten voor welke keuze jullie zijn gegaan. En laat me ook weten misschien waarom. En dan laten we nu gewoon meteen beginnen aan deze video. Hallo allemaal, welkom terug bij deze gloednieuwe video. Ik ben Froske en zoals ik net al zei, gaan we onze beloningen van de allereerste clan games ooit ophalen. En dat gaan we nu meteen even doen. Dus hier, we hebben 10.000 punten behaald. Dus de vierde beloning kunnen we ook mooi pakken. We hebben in totaal 13.460 punten behaald. En ik heb er 500 kunnen halen. Dat is natuurlijk super nice. Binnenkort komt daar nog een video over online. Dus ik had al een video gemaakt over de clan games op mijn tweede account. Maar heb er ook een gemaakt over dit account waar ik dus mijn punten verzamel. En dat vond ik een heel leuke video. Dus ik ga hem sowieso online gooien. Maar ik wou toch eerst de beloningen doen. Omdat, I mean, iedereen wil dat nu wel zien. Dus sowieso gaan we hier. Dat is 100% zeker dat we hiervoor gaan. We willen die drie spreuken. En daar kunnen we dan misschien ook eens een video van maken. Die boost lijkt me handig om misschien eens in streams te kunnen gebruiken en zo. Dit heb ik ook super makkelijk terugverdiend en zo. Dan. Dan. Bij deze. Zat ik te denken om voor de gems te gaan. Maar dan dacht ik van weet je. 720.000 goud is niet mis. En als je hier naar mijn gems kijkt. Rechtsboven. Dan, ja, dan zie je dat ik dus eigenlijk die 50 gems niet nodig heb. Dus we gaan hier deze lekker nemen. In klein kasteel plaatsen. En hier krijgen we onze loot. Oh ja, dat goud komt natuurlijk in ons klein kasteel. Wat natuurlijk super nice is. 720.000 goud in ons klein kasteel. En daarmee kunnen we binnenkort hopelijk upgrades doen. We krijgen trouwens een gembox, wat natuurlijk super chill is. Maar dat is niet wat ik wil. Ik wil nog een kerstboom. Kom op, give me it. Trouwens mensen, vergeet niet jullie boost te doen. En nu wel toch over een event hebben. Wil ik gewoon even zeggen. Dus de IJsman, ja. De IJsman, ja, inderdaad, die persoon dus. Die komt terug binnen 1 dag en 13 uur. En ook nieuwe clans spelen binnen 13 uur. Ik kijk er enorm naar uit. Ik vond de eerste super tof. Ik vraag me af of dit groter gaat zijn. Zoals ik in een vorige video al zei, zullen er grotere clans spelen komen en zo. Ik weet niet, misschien is het weer een korte en komt er daarna een grotere tijdens Kerstmis zelf. We will see. Maar alleszins heb ik nu wel wat mooie aanvallen voor jullie klaarstaan. Eerst nog snel even kijken naar mijn klein kasteel hier. Dus we hebben 2 van de 5 van elke van deze spreuken. We kunnen ze verkopen. Ik hoop niet dat... Wacht, welke is het slechtste? Trainingsdrankje. En wat is dit? Oké, dit is... Oké, verkopen. Kunnen we daarop klikken? Oké, het verkoopt niet meteen. Maar je kunt ze dus verkopen. 25 gems. Dat is niet slecht als je er te veel hebt. Maar ik ga ze sowieso niet verkopen. Dit lijkt mij de slechtste van allemaal. Het krachtdrankje. Want dan zijn ze maximum level volgens je laboratorium. Ik bedoel, als ik die zou ik kunnen gebruiken. Eventueel als ik Go Wipe wil gebruiken. Bijvoorbeeld. Pekka kan nog een leveltje omhoog. En Golem namelijk ook. Dus dat kan natuurlijk ook altijd. Maar ja, voor de rest de beste lijkt mij echt die boekjes. Maar die boekjes zullen pas bij de grotere events zijn. Voordat we zelf gaan aanvallen wil ik gewoon even deze replay laten zien. Dus hier, ik zag meteen heel wat loot. Stadslevel 11, geen adelaarsartillerie. En 1 X-boog in de up en 1 Inferno in de up. Dus die moest ik aanvallen. Ik ging zelfs voor de 3-ster om eerlijk te zijn. Want ook de queen was namelijk niet aanwezig. En ja, dus 3-ster, daar ging ik voor. Maar jammer genoeg is dat niet gelukt. Dat zullen jullie zo meteen zien. Sorry dat ik het spoil. Maar ik vond dat mijn spreuken placement hier best slecht was. Ik gooi hier al een nieuwe rage op. En op zich was die niet slecht, die rage. Want dan konden die ballonnen meteen doorgaan. En je ziet het hier al. Hier dacht ik van dit is gewoon een 3-ster. Kijk naar die horde ballonnen. Maar er zal nog heel wat fout gaan. En dat zal ik jullie zo meteen laten zien als het eenmaal zo ver is. We hebben het stadshuis al. We hebben al heel wat loot eigenlijk. Want we gaan nog sowieso deze goudkluis kunnen pakken. En deze heel waarschijnlijk ook. Maar nu komt het moment waar ik echt een zware fout bega. Ik heb nog 1 vries over. En ik zeg het vaak. Tovenaarstorens zijn dodelijk voor je ballonnen. En ik dacht van, dit gaat hier gevaarlijk zijn. En ze gaan hier jammer genoeg eerst voor die Inferno-toren. Wat natuurlijk best spijtig is. Dus ik gooi hier mijn vries op. Maar de domme ik heb hem veel te vroeg gegooid. Dus die ballonnen komen hier nog maar net aan. En die is al geunfreezed. En je hebt hier natuurlijk die windmachine nog. Dus ik heb die vries veel later moeten gooien eigenlijk. Want nu zijn al mijn ballonnen neer tegen dat ze bij die tovenaarstoren komen. Gelukkig pakken we wel deze goudkluis daardoor mee.
Maar het is echt niet wat ik wou, om eerlijk te zijn. Ik wou veel meer eruit kunnen halen uit deze aanval. Want ik was van plan, als die hele groep ballonnen had overleefd, dan hadden deze wapens ook sowieso neergegaan. En dan was ik hier met mijn helden gekomen om deze laatste defenses uit te schakelen. En dat laatste stukje loot ook te pakken. Maar voor de rest, uiteindelijk zet ik denk ik toch mijn helden in. Wat best zinloos was. Ik dacht van, weet je, ik ga wat magisch proberen, maar ik had er meteen spijt van. En beëindig hier dus mijn aanval. Maar over het algemeen, zeker niet klagen over loot. Ik ben trouwens minions aan het upgraden op beide accounts. Minions gaan naar level 3 op mijn tweede account. En hier gaan ze naar level 7. Wat natuurlijk ook super nice is. Want ik gebruik heel vaak Lavaloon. En ik heb het nu klaarstaan. We hebben in ons klein kasteel ook een lavahond met een ballon. Wat natuurlijk ook lekker is. En daar gaan we nu gewoon meteen gebruik van gaan maken. En hopelijk vinden we binnenkort een base. Ik ben door defenses trouwens weer enorm aan het stijgen. 31 gewonnen defenses. Ik kan wel even mijn log laten zien. Hierin begin ik nu wat te verliezen. Maar daarnet... vroeger dus, toen ik nog wat lager zat, enorm veel defenses die ik hier win. Meer dan ik verloor eigenlijk. En dat is natuurlijk wel nice. Maar eigenlijk wil ik niet eens zo hoog komen, wat natuurlijk best spijtig is. En dit ga je niet menen. Dit is de eerste base die we tegenkomen. Queen in de up. Geen inferno's. Geen adelaarsartillerie. What the hell? Oh, we krijgen hier troepen een boost geven. Maar dat gaan we niet doen, want onze troepen zijn bijna max. Hopelijk... Ik vind dat ze daar helden eigenlijk ook bij moeten rekenen. Helden zouden ook max moeten zijn voor je status level als je die boost gebruikt. Want anders is die pretty much useless. Ik vind hem eigenlijk waardeloos, die boost. Maar we gaan hier deze aanval doen. Langs waar vallen we precies aan? Ik denk dat we hier gewoon via onder gaan. En hier gooien we de haatspreuk op. Hier zijn al meteen defenses. Dus hier gooi ik dan meteen de rage op. En we gaan hier ook in... En we moeten hier meeste, hier zijn meeste defenses, dus daar wil ik het liefste wat meer snelle runes zetten. En hier gooi ik nu meteen een rage op. Hier moet ik een freeze op gooien, want ja, waarvoor moet ik anders mijn freezes gaan... Freezes. Ik moet mijn freezes voor ergens gebruiken, geen infernos, dus ik kan beter hier mijn freezes meteen opgooien. En die rage is best goed. En dit zou eigenlijk een 3-ster moeten zijn, anders hebben we de aanval slecht uitgevoerd. Dus we gooien hier nu een rage op, die rage is niet slecht, kom beter. Wizards zijn neer, wat natuurlijk super chill is. En we hebben nog één lavahond levend die perfect tankt voor die luchtdefense, die zit daar de hele tijd op te schieten. Dus onze ballonnen kunnen in leven blijven. Die tovenaarstoren, hè mensen, die doet heel veel. Die doet onmenselijk veel damage, maar die zal nu ook snel neergaan. Maar kijk hoeveel damage dat die heeft gedaan aan onze ballonnen. Maar ik denk, mensen, dat dit een 3-ster is. Ja hoor, dit is duidelijk een 3-ster. Dit is gewoon heel duidelijk een 3-ster. We hebben nog onze helden. Dus dat betekent dat we, als we redelijk snel klantroepen krijgen, dat we meteen een nieuwe aanval kunnen doen. En ik drop mijn muurbrekers daar best random. Dat was niet slim. Maar we gaan hier kunnen tanken. De bedoeling is nu dat we hier gaan tanken met onze barbarenkoning. Die gaat tanken voor de... minions, dus die gaan hier heel makkelijk die boogschuttenstoren kunnen uitschakelen. Hopelijk kan onze queen die tovenaarstoren uitschakelen. Ja hoor, dit lukt wel makkelijk. Dus dit is gewoon zoals ik zei een 3-ster. Barbarenkoning heeft wat damage, maar die kunnen we gewoon nog ability voor gebruiken. Dus dat betekent dat hij nog health bij krijgt. En daarna kunnen we zelfs eventueel nog wat gems gebruiken, want daar hebben we er echt ruim voldoende van. En oh god, what the hell, deze gaat echt... Oh, nee, die barbarenkoning ability was te vroeg. En queen ability ben ik jammer genoeg vergeten te doen. Maar heel wat loot, mensen. 482.000 goud. En daar krijgen we nog eens 250.000 bij van de plunderbonus. Wat natuurlijk super chill is. En ik heb een grote fout gemaakt in de vorige video. Dus ik wil dat toch even duidelijk maken. Ik zei toen van... alleen nog nobele wachter naar level 10. En daarna kunnen we beginnen met muren. Maar... Supercell heeft nu namelijk die legerkampen level 9 toegevoegd. En mij lijkt het persoonlijk veel slimmer om eerst voor die legerkampen level 9 te gaan. En die kosten 9 miljoen elixir per stuk. Maar het zijn wel 20 extra plaatsen voor eventueel minions. Want ik vind dat ik weinig minions heb. Dus laat mij weten in de comments. Moet ik maar aan mijn belofte houden en die muren doen... Of toch gewoon veel slimmer zijn en voor die 260 plaatsen gaan in mijn legerkamp. Jullie moeten mij dat laten weten. Ik zal eerlijk zijn, ik ga veel liever voor die legerkampen, omdat dat veel slimmer is. En dat muren eigenlijk wel kunnen wachten. Maar die legerkampen maken een enorm groot verschil.
Ik ben net heel even terug uit de wolken gegaan en ik heb iets heel nice veranderd. En ik zal jullie zo meteen laten zien. Vroeger was het altijd voor mij een struggle als ik op PC speelde om met mijn muis heel snel dus te switchen van klankkasteel naar gewone troepen en dan weer te switchen naar ballonnen enzovoort. Nu heb ik de oplossing gevonden. Ik zal jullie nu gewoon snel even laten zien wat het is. Ik kan nu gewoon... Ik heb ingesteld dat als ik op 1 druk dat de linker troepvak dus wordt geselecteerd. Nummer 2 is dit, 3, 4 en 5. Dat zijn de enige die ik heb ingesteld. En nu kan ik super easy switchen en dat gaat mij zo makkelijk helpen. We gaan hier gewoon deze base doen. Moet er toch wel heel even aan wennen. En we gooien hier onze haastspreuk. Want ja, die is het minste waard. En hier gaan we onze rage doen. En nu even wennen. Dus 5 en dan 4 soort van. Nice, oké. Okay. I like it. En dan nu minions kunnen we in principe wel even zetten. Maar we moeten hier ook even een rage op gooien. En hier freeze. Hier gooi je een nieuwe rage op. Want die gaat hier zo meteen. Die gaan hier allemaal naar het midden lopen. En dit ziet er nog niet eens zo slecht uit. We gooien hier even freeze op. Want daar Queen en Inferno gefreezed. Wat wil je meer? Easy. Niet echt easy. Deze aanval gaat wat slechter dan ik eigenlijk had gehoopt. Maar het is wel... Ik moest even wennen. Ik moet kijken waar dat die knoppen waren precies. Maar dit gaat mij zoveel helpen op lange termijn. Het gaat zoveel helpen om van troepen te switchen. En misschien kan ik binnenkort ook eens de spreuken daaraan toevoegen. Maar, rip. Muurbreker. Rip muurbreker. Hij zal altijd herinnerd worden. Ik denk zelfs dat we het stadshuis niet krijgen, want onze helden gaan namelijk buitenlangs gaan, soort van. Ik denk dat onze barbarenkoning al, ja, daarop afgaat. Oké. Okay. Even kijken wat onze barbarenkoning doet. Ja, Queen doet dat ook, dus... Zo. Niet zoveel loot, minder goede aanval, maar de vorige die compenseert wel enorm daarvoor. Dus dit maakt niet echt zoveel uit. We hebben geen verlies geleden eigenlijk. Alleen maar winst gemaakt. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Hopelijk vonden jullie hem tof. Laat zeker even een like achter, dat motiveert mij enorm. Heel erg bedankt voor al jullie comments ook de laatste tijd. Echt super tof altijd. Elke keer weer op alle nieuwe video's. Super support. Heel erg bedankt daarvoor nogmaals. En ben je nou nieuw op dit kanaal, dan raad ik je zeker aan om heel even op dat abonneerknopje te drukken. En je zou zelfs eventueel dat belletje kunnen aanzetten. Dat zou ik super super tof vinden. Voor de rest hoop ik gewoon zoveel mogelijk video's voor jullie te kunnen maken. Ik weet niet of ik nog deze week ga kunnen live gaan. Want ja, kerstmis en zo zit er allemaal aan te komen. Dus ik zal wel nog allemaal zien. Maar heel waarschijnlijk dit jaar niet meer. Maar toch zal ik mijn best doen. En vervolgens zie ik jullie gewoon weer terug bij de volgende video. Later mensen.